C47 ondervoorzitter Robbie Narendorp stelde tijdens een assemblee van de arbeid dat velen aan het verarmen zijn. Leden van de vakvereniging hebben zich vandaag op het hoofdkwartier van de organisatie aan de Johan Adolf Pengelstraat verzameld om van gedachten te wisselen over de getroffen en de nog te treffen maatregelen van de regering en hun vervolgstappen. We is een situatie per adjeerlijk plotseling alasma contra een pinasma. Want in de plaats de afgelopen periode en zelfs wiki die tjawallo jugu jugu boruyakom. Alles wat zijn etaki. Zelf in een assemblée van de arbeid. Sorry. Nationale assemblée, sorry. In de nationale assemblée. Narendorp merkt verder op dat het de bedoeling is dat zij opkomen voor het belang van de werkende klasse. Voorzitter Robbie Berenstein zei tegen de leden dat de recent door de overheid getroffen maatregelen niet gunstig zijn voor de samenleving. De vakbond is inmiddels uitgenodigd om in overleg te treden met de regering. De vakorganisatie heeft geen antwoord klaar liggen voor de regering, maar heeft graag dat de beleidsmakers hun beleid veranderen en luisteren naar de vakbeweging.